Wow, Kwispel. Wat heb jij een dikke zaklamp bij je? Ja, Mirjam. Ik ga vanavond kamperen. En dan heb ik een zaklamp nodig, anders kan ik de wc niet vinden. Hé, Kwispel. Ik weet niet of je het in de gaten hebt. Maar je batterijen zijn leeg. Au, nee toch. Maar weet je, Mirjam? Ik heb nieuwe batterijen in mijn tas gestopt. Dus vanavond heb ik licht als ik naar de wc moet. Heel slim van jou, zeg. Je bent goed voorbereid. Ha, zeker. In de Bijbel gaat het ook over zo'n verhaal. Dan moet je ook voorbereid zijn. Luister maar. Jezus vertelt een verhaal over 10 meisjes. Ze moeten zich klaarmaken voor een bruiloft. En dan mogen ze een lampje laten aanschijnen. Ze zijn 's avonds aan het wachten op de bruidegom. Want die heeft zijn bruid opgehaald. Maar ze wachten en ze wachten. Het duurt heel lang. Ze vallen in slaap. Ineens worden ze wakker. Hoor dan, wakker worden meiden. De bruidegom komt eraan. Ze staan op. Hun lampjes zijn uitgegaan. Dus die moeten natuurlijk gauw weer aan. 5 meisjes hebben extra olie meegenomen. Ze doen de olie in de lampjes en gelukkig, ze branden weer. 5 andere meisjes hebben geen nieuwe olie meegenomen. Zij moeten gauw naar de winkel om nieuwe olie te halen. Als ze terugkomen, is het feest al begonnen. Ze kloppen aan, laat ons binnen. We hebben weer nieuwe olie, onze lampjes branden. Maar, zegt de bruidegom, jullie zijn te laat. Dat vinden de meisjes natuurlijk heel erg jammer. En Jezus zegt tegen jou en tegen mij. Hé, ik ben altijd klaar voor mij. Cool zeg.